Of wat we komen hier tegen op de weg, op de baan, vanavond hier in Vught. Wat ben je nou? Ja, dat is nog even de vraag. Ik ben nog een beetje zoekende. Maar ik denk dat in de toekomst dat ik toch echt wel voornamelijk op de weg uit ga komen. En dit wordt toch een beetje mijn laatste seizoen op de baan, denk ik. Okay, laatste seizoen op de baan, nu in 3000 meter. Hoe ging die? Ja, goed. Goed. Ik kom net terug uit Portugal en hij ging eigenlijk weg op een tijd van 8:20. Maar Noël die stapte na 1600 meter uit en dan is het toch nog wel een eind om alleen door te lopen. Je had Wouter in je nek hangen, maar had je dan nog wat aan? Ja, hij kwam er een paar keer naast. Hij dwong me echt wel om door te lopen, dus daar had ik echt wel wat aan. Vooral de laatste bocht kwam hij nog even naast, maar ik dacht van nou, als ik hem hier achter me hou, dan win ik hem. En dat is gelukt. Welke tijd kwam je uit? 8:25:16 volgens mij. En wat is dat? Dat is net een PR met 2 seconden. Stel je nou voor dat je nog een aantal PR's op de baan gaat lopen. Blijf je dan toch nog wat langer op de baan of heb je je keuze nu gemaakt? Nee, ik heb mijn keuze nu al gemaakt. Het is mooi als je 28 loopt of 14 laag, dan kom je nog niet heel veel verder uiteindelijk. Dus ik denk toch echt dat de toekomst meer op de weg ligt voor mij. Jouw talent ligt in ieder geval op de halve marathon. Heb je nou al ook een mooie tijden gelopen. Waar denk je zelf aan waar je naartoe gaat? Ik heb nu 1:06 gelopen op de halve. Maar ik denk als ze nog allemaal wat specifieker kan trainen en misschien nog iets meer kan toeleggen op mijn training en in combinatie met werk, dan kan het wel richting de 1:05. Misschien wel eronder en dan uiteindelijk toch maar richting de marathon. De marathon? Ja, volgend jaar Rotterdam. Dat staat de eerste gepland. Dus jij gaat echt je debuut maken op de marathon? Ja, ik ben van plan om 3 maanden voor te bereiden in Amerika. Daar echt flink kilometers te maken. En dan kom ik voor de laatste 1,5 maand weer terug. En dan ga ik met Eddie de puntjes op de i zetten voor Rotterdam. En dan moet het gebeuren. Hoe ben je tot dat besluit gekomen? Nou, eigenlijk was het wel verrassend dat ik toch wel zo makkelijk richting de 1:06 ging. Of relatief makkelijk. Terwijl ik gewoon nog aan mijn basis aan het werken was, liep ik 1:06:11 al. En toen nog iets specifieker getraind, toen liep ik 1:05:59. Dus eigenlijk ging dat vrij makkelijk en dacht ik van nou, dan zit er ook nog wel meer in. En nu heb je, nu doe je dus nog wat op de baan. Welke belangrijke baanwedstrijden staan nog gepland? Volgende week zondag NK 10.000. Het is natuurlijk een mooi veld, kan van alles gebeuren. Ik denk dat Galit wel de favoriet is en Ronald daarachter natuurlijk. Dus, en daarachter ligt het nog wel redelijk open, veel mensen rond de 30 minuten. Dus het wordt een mooie strijd. En de steeple dan? De steeple, misschien nog 1 keer. Ook als afscheid, maar dat is even kijken hoe het seizoen loopt. En als het allemaal volgens plan gaat, dan ga ik nog wel 1 keer de steeple doen. Wordt dat een speciale wedstrijd in Groningen of wordt dat een NK? Ja, dat wordt dan het NK. Ja. Oké, bedankt. Goed, graag gedaan.